We doen op dit moment slagbal alleen dan in het water, een versie. We hebben het zelf eigen invulling aangegeven, maar het is gebaseerd op gewoon het slagbal. Dus als je geslagen hebt, dan word je dus eerst met de bal naar de overkant getrokken. En dan is Esra aan de beurt en ze gooit de bal in het water. Nu mag ze op de band gaan zitten en dan trekt een andere zwemmer haar naar de overkant. Het gaat alleen op dit moment een beetje mis. Mike is iets te snel, Esra zwemt er achteraan. Ondertussen wordt de bal in het veld heen en weer gegooid. En als de bal in de korf wordt gebrand, dan is het spel afgelopen en is in dit geval Esra uit. Bij 3 uitjes wordt er gewisseld. En uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen een keer geslagen heeft. En dit alles gebeurt bij de clubwedstrijd van de zwemvereniging Noord-Veluwe uit Wezep. We hebben vandaag onze clubwedstrijd. Die is een jaarlijkse wedstrijd voor alleen alle leden van onze club. Ja, dit is de tweede keer dat we dit organiseren. Vorig jaar hebben we het iets officiëler aangekleed en dit jaar zijn we vooral ingespeeld op de gezelligheid. Wat betekent die gezelligheid? Wat houdt het in? Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat alle leden allemaal samen doen. Want normaal heb je met wedstrijden, dan heb je van de recreanten en van de selectie aparte wedstrijden. En dit is een wedstrijd voor echt iedereen van onze club. Dus ook de leden die nog geen wedstrijden zwemmen of de oudere leden die ook geen wedstrijden zwemmen. Voor iedereen samen. Maar ik zie slagbal in het water. Dat kan niet iedereen met een clubwedstrijd. Nee, bij de clubwedstrijd vinden we het vooral dus de gezelligheid belangrijk. En daarom spelen we tussendoor spelletjes en hebben we een hele leuke verloting. Met zelfs dit jaar zelfs prijzen als een shirt gesigneerd door Ferry Weertman, Olympisch zwemmer. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Ja, we zwemmen allebei bij de selectie en we doen zelf ook mee met de wedstrijd. En het is gewoon een hele aangeklede wedstrijd. Alles kort op elkaar en iedereen van de club zwemt, zeg maar. Hey, wat gaan jullie doen? Knotsgekke estafette. Ja. Gewoon heel gek naar de overkant. Ja, maakt niet uit hoe, maar als het als maar gek is. Ja. Doen jullie wel zwempak? Nee, wij hebben het zo gedaan. Ja. Veel plezier. Ja, dank u wel. De vereniging is een hartstikke leuke vereniging. We zijn op dit moment, kun je bij ons komen zwemmen als recreant. Hoef je niet per se gelijk wedstrijden te doen als je dat een beetje eng vindt. Maakt allemaal niet uit. Op woensdag tussen 5 en 6 kun je een keer komen kijken. En lijkt het je dan leuk, aarzel dan vooral niet om je in te schrijven. En als masterlid, dus als 21 jaar en ouder, kun je ook lid worden. En die trainingstijden zijn op dinsdagavond en op donderdagavond. Kijk gerust een keer op de site als je voor meer informatie.